welkom bij Paul's Model 2 Staff. Ik wilde iets maken dat lijkt op de slaapterreinen waarmee ik dit jaar heb gereisd. En zonder meteen een LS Model set te kopen met 7 wagons en alles erbij. Sowieso is de trein naar Zwitserland waar ik in zat een rommeltje, een mix van alles. Dus ik denk dat ik hier een aardige benadering heb. Misschien 1 of 2 wagons te veel, maar ik weet vooral die trein naar Zurich was ontzettend lang. Voorop begonnen we natuurlijk met, is die in beeld? Hier zo, de NS Vectron. Dus die gaat dadelijk als eerste het spoor op. Die zal toch de boel moeten te gaan trekken. Na de Vectron zaten er een paar slaaptreinen. De Limited Series Models van laatst. En ik heb hier nog 2 slaapwagens en een coupé wagen. Dus die, ja, dat komt wel redelijk overheen ook. Er zaten nog wat Duitse treinen bij. Even kijken welke hiervan geschikt is. Maar die zaten er zeker ook tussen. Een deel van de trein stopte in Duitsland. Maar er zat ook Zwitsers materieel tussen. Dus ook het Zwitserse materieel moet erin. En ik zou deze eraan toe kunnen voegen. Maar ik geloof niet dat hij in de slaaptrein zat. En als hij dat wel zat. En ik weet dat ze dat wel eens doen. Lijkt mij verschrikkelijk. Ik bedoel, het is leuk om in zo'n geweldige open coupé wakker te worden. En de zon op te zien komen terwijl je de bergen binnenrijdt, tenzij het hoog zomer is en die zon om 5 uur al door begint te komen. Dat zijn korte nachten. En daarbij slaap ik liever in iets wat op mijn bed lijkt dan op in een stoel. Dus hier ga ik eens even wat mee doen.
Nou, dit is mooier te zien, maar praktisch. Ik heb er nu dus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 wagonnen aan hangen. En dat trekt die Vectron helemaal niet. Als het de heuvel op gaat, de wagonnen zetten zoveel druk bij het naar beneden gaan dat de dingen losschieten. Trekt zo hard bij het naar boven gaan dat. Ofwel de lok stilvalt of de dingen ontsporen. En dan heb ik nog twee begonnen op het einde. De Acme en de Herris. Die gewoon sowieso de neiging hebben om niet te blijven rijden. Maar ik vind het leuk om een keer een trein te hebben. Die van de ene bocht naar de andere bocht. De hele baan compleet in gebruik heeft. Dus was het een succes? Nee. Was het leuk? Ik heb weer genoten. En ik hoop jullie ook. Graag tot de volgende keer. Laat even weten hoe lang is jouw trein als je er een Vectron zit. Hoeveel wagonnen kun jij eraan hangen? Ik zie jullie binnenkort weer.